Het idee achter de naam van kleewerkers is eigenlijk zo. We zitten hier op de klei in Groningen. En met klei kun je ook nog kneden. Nou, ik vind het leuk om bandjes, artiesten, singer-songwriters die hier binnenkomen, om daar nog iets aan te doen. Kijk, sommige artiesten zijn perfect. Het is een kwestie van opnemen en het is goed. Maar heel veel artiesten, daar kun je nog een beetje wat mee doen. En dan is het leuk om ze te kneden, zoals klei. Vandaar de naam. Klee Records is eigenlijk een verzamelnaam, het is een muziekstudio, maar eigenlijk heeft Klee Records een muziekstudio. Dus het is een eenmanszaak die met verschillende mensen samenwerkt. Ik heb hier Bob, ik heb hier Dirk, ik heb Evert-Jan, allemaal mensen die hier dingen doen voor Klee Records, als bijvoorbeeld freelance geluidstechnicus of producer. Maar daarnaast ben ik ook als persoon muzikant en verhuur ik mijzelf als muzikant namens Klee Records. Dus het is eigenlijk een soort collectief wat eigenlijk een eenmanszaak is. We verhuren ook bijvoorbeeld zanginstallaties, PA's, we maken videoclips en dat doe ik zelf niet. Maar dan huur ik weer mensen die dat dan doen en dat valt weer ook weer allemaal onder Klee Records. Moet ik de deur dicht doen? Oh, wat is dat strak? Zit strak. Yo. Verstikkende angsten, mijn vingers verkrampen. Vermoeide ogen die in het licht verbranden. Druppels zweet, ik vlug nog steeds. Tijden waarin ik geloof dat ik altijd ongelukkig leef. Ik sput er tegen, zucht om het even. Word als hummel bekeken, deur me in mijn deken. Kijk mezelf niet meer aan als ik voor de spiegel sta. Bang voor Kijk, iets dan... ooit ben ik studio begonnen voor mezelf. Dus wat ik het liefste doe in die studio is het zelf maken van muziek. Helemaal alleen voor mezelf. Gewoon zelf een gitaar pakken, liedjes schrijven. Op gaan nemen, bij gaan zingen, een drumtrack erbij maken en toetsen erbij. Maar helaas, de praktijk is anders. Ik ben uiteindelijk veel meer bezig met anderen aan het opnemen. En dan vind ik het leuker om een beetje een rol te hebben als producer. Dus niet alleen maar de opnameknop in te drukken, maar ook gewoon bezighouden met de muziek. Dus ik werk ook liefst samen met de technicus. Ik ben zelf ook wel technicus, maar het leukste vind ik om samen te werken met iemand die dan helemaal bezig is met de techniek. En ik ben helemaal kan bezighouden met het proces van de song. Dat we samen kunnen kijken, van, hey, misschien moeten we een andere refrein in. Of misschien kunnen we die solo een beetje anders doen. Of soms speel ik zelf iets in bij een artiest. Dat zijn eigenlijk leukere dingen. Af en toe komen er klusjes voorbij waarin ik muziek moet componeren voor een filmpje of zo. En dan ook de muziek opnemen. Dat is ook heel erg leuk om te doen. Waarom is het saai als alles makkelijk gaat? Maar waarom klagen als ze daarna niet makkelijk meer gaan? En verraad, daar heb je de meeste haat voor. Maar je verraadt jezelf, dus misschien komt het wel daardoor. Maar waarvoor vind je drugs toch zo lekker? Belemmert jezelf dagelijks om aan een split te trekken. En laat me niet beginnen over sigaretten. De meeste mensen... Ooit was ik eens hier in een leuk hoekje, op zondagavond. En er waren 5 mensen in het publiek. En er zaten ongeveer 4 mensen op het podium. En dat was zo'n leuk optreden. Ik vond het echt geweldig mooi. Dat was een soort beetje Cubaans-achtig, een beetje Buena Vesta Social Club. Oude mensen die aan het spelen waren. En toen dacht ik, deze avond die heb ik meegemaakt met deze mensen in het publiek en de mensen op het podium. En niemand anders heeft dit verder gezien. Het was een eenmalig optreden van een gelegenheidsformatie. Toen dacht ik van, dit had moeten opgenomen worden. Dit had moeten uitgebracht worden. Dit hadden veel meer mensen moeten kunnen horen. En toen dacht ik, ik ga zelf een platenlabeltje beginnen. Geluidsstudio, plaatlabel, om zelf dat soort dingen te kunnen opnemen. En altijd te kunnen zeggen, oké, ik heb het tenminste geregistreerd. En ik kan deze muziek met anderen delen. En dat is enerzijds om mijn eigen muziek te kunnen opnemen, maar ook vooral andere dingen te kunnen opnemen. Zoals bijvoorbeeld dit ene projectje wat ik toen gezien heb. Het gevoel dat wij willen creëren bij artiesten die hier binnenkomen is eigenlijk dat het een soort huiskamer is. Waarin je lekker muziek kunt maken. We hebben allemaal gitaren neergezet die ook een gevoel geven van kijk, het is hier een leuke plek. Er staat een grote tafel waar mensen aan kunnen zitten. En toen ik deze studio liet bouwen, toen had ik de keuze om de hele studio studio te maken. De hele ruimte studio. 1 grote inspeelkabine. Maar dan heb je nooit het moment om even tot jezelf te komen. Even te gaan zitten, even te luisteren, even een kopje koffie te drinken. Dus ik heb ervoor gekozen voor de indeling zoals die nu is. En dat
bevalt heel erg goed. Mensen komen binnen, hebben gelijk het gevoel, hé, wat leuk hier. Grote tafel waar we aan kunnen zitten. We kunnen even een broodje eten, we kunnen even een kopje koffie drinken, we kunnen met elkaar kletsen. En ondertussen, in de tweede helft van de ruimte, is misschien wel de zanger bezig met iets aan het opnemen. En kunnen ze even door het raam kijken, kunnen ze meekijken. We willen eigenlijk de sfeer creëren dat het een soort hele professionele huiskamer is. Het is geen huiskamer, het is natuurlijk een studio, maar wel de sfeer van hé, het is, ik ben altijd thuis hier en het moet gezellig zijn, niet te veel druk op zitten, je moet vooral een goed gevoel hebben. En dat is heel belangrijk voor opnemen. Als mensen alleen maar in de stress schieten van oeh, dit is een studio en er komt niks goed aan, dan heb je natuurlijk niks aan. Nou, als je een nieuwe artiest bent en je wilt graag meer weten over hoe het nou gaat in de studio, dan zou ik zeggen, kom gewoon een keer langs, maak even een afspraak, kom even kijken. Of kijk even op onze website, we hebben verschillende filmpjes staan van bandjes die allemaal in vrij korte tijd opgenomen hebben. Want heel veel mensen denken, oh, dat is heel duur, het is heel ingewikkeld, dat kost heel veel tijd, opnames, dat hoeft helemaal niet. We hebben al een paar opnamepakketten waarin je eigenlijk in één dag gaat opnemen en mixen, waardoor je toch gauw 3-4 nummers kunt opnemen en nog een videoclipje. En nog bijvoorbeeld 50 cd's of 100 cd's krijgt. Nou, die prijs zit dan zeg maar rond de 400 of 500 euro. Als je een beetje flauw wat voor pakketje kiest. Maar voor heel veel mensen is dat wel een interessant iets. Dus dan hoeven ze niet dagen of weken in de studio te werken zoals het vroeger vaak ging. Zo'n album als Hotel California van de Eagles, daar is maanden over gedaan. Maar dat is een goed album natuurlijk. Maar je kunt al voor veel minder geld een hele leuke ervaring opdoen door hier in de studio te gaan opnemen. En we hebben ervaring met snel werken, snel, effectief en toch professioneel met bandjes werken. En ook heel veel beginnende bands die hebben het gevoel dat ze hier op hun plek zijn. You say you love me. But you just like my jeans. My heart replies, but my brain intervenes. So I'll grab a drink and I'll wash my sins down. That's what I'll do until I run in.